Je hebt zeker van alles van deze wereld gehoord, want deze wereld is exact twee video's, één livestream en één video beeld geweest. En dat komt eigenlijk dat er zo weinig wereld is geweest, want deze wereld was helemaal niet bedoeld om op te nemen. Dit was een wereld van Maarten, Axel en mij, die gewoon eens hadden gestart op een klassieke zaterdagochtend, gewoon omdat we de goestingen hadden. Ik denk dat het ook vakantie was of zo. En waarom? Dit was een van de eerste werelden waar ik echt perfect armor had, of ja, toch bijna perfect armor. Wat ik echt, en ook perfect tools. De eerste wereld waar ik Netherite in had, en Chance was Triple Survival. Ik heb verloren, waarschijnlijk kent je het verhaal al. Dit was ook in de allereerste wereld waar ik de Ender Dragon heb in verslaan. En niet één keer, we hebben hem echt 5 keer verslaan. En dat vind ik altijd al speciaal geweest, want ik heb hiervoor heel veel Minecraft gespeeld. Ik ben al heel lang vastgeketend aan dit spel. Maar de Ender Dragon had ik nog nooit verslagen tot op dit punt. En dat was gewoon meestal omdat ik verveeld raakte. Ik weet niet wat met deze wereld was, maar dit was niet zo. Het was gewoon omdat ik met mijn vrienden speelde. Maakt natuurlijk alles veel beter. Dat was ook de eerste wereld waar we de Wither hebben ingespawnt. Dat is allemaal te zien op een livestream. Dat is zo Ender Dragon en de Wither verslaan. Wel, één probleem. We hebben de Wither niet verslagen gekregen. De Wither heeft ons hard verslagen. En de Wither heb ik dan op een eentje uiteindelijk verslagen. In een andere wereld. Genaamd Long Time. Daar heb ik ook wel eens een video op gemaakt. Maar toch vind ik deze wereld belangrijk. Om deze wereld, omdat die met drie vrienden is gemaakt, heeft deze wereld echt een geschiedenis achter zich. Ik weet het. Zo serieus is het niet. Maar. Dus laten we beginnen bij de spawn point. Waar ik gespawnd in deze dode village. Dus ja, een beetje lucky en unlucky. Want een dode village is natuurlijk beter dan random te spawnen. Maar een dode village is wel een dode village. Geen villagers. Dan hebben we hier ergens een base gezet. Hier ergens zo. Ik denk dat hier was. Dat hier een creeper gewoon is gegaan. Oh, wacht, hier is een cave. Het was hier ergens. En dan zijn we gaan minen. En als ik je zeg dat we super veel geluk hadden, dat zou nog niet genoeg zijn. Wij hebben zoveel geluk gehad toen we die eerste dag gingen minen. We hadden echt 40 diamonds of zo. Dat was onze eerste mine sessie. We hadden zoveel geluk. En we hebben deze plaats gevonden. Alleen, we hebben hem niet zo gevonden. Maar we hebben hem wel zo achtergelaten. We besloten om hier een huis te bouwen, want hier was een village. Een echte werkende village. Oké, voordat ik daar naartoe ga, ga ik eerst beginnen met het huis. Ik wil nog één ding zeggen, de chronologische volgorde. Waarschijnlijk heel veel dingen die we in de village hebben gedaan, kwamen eerst voordat we misschien het bovenste deel van het huis hadden gemaakt, of voordat we dat ding hadden gemaakt. Daar is de historie van deze wereld komt. Oké, laten we gewoon beginnen met het begin. Dit is de Dragon Egg. Was ik super trots op. Hebben we hier neergeploept. Weet je wat? Aan die dingen gaan we speed komen. We zullen eerst naar het huis gaan. Dus hier waren onze paarden. Dit was Mazo. Dat was mijn paard, want ik heb twee katten. Die hebben Max en Zorro. En daarom Mazo of Mazo. Oké, hier is het huis. Dit is. Oh, het boek! Oh ja! Dat is zo lang geleden. Dat zal ik op het einde voorlezen. En dit vind ik altijd wel een heel mooi huis. Ik denk dat ik het vooral heb gemaakt. Ik zie het is best wel ruim. En hier is dan een van mijn katten. Ik weet niet wat de andere is. En zoals je ziet, we waren niet echt georganiseerd. Het enige wat georganiseerd was. Ja, oké, deze wereld lijkt wel fel. Het enige wat georganiseerd was, was onze goede stuff. En dit niet. Maar dit wel. Onze goede stuff was wel georganiseerd. Toen we die onderzoekverdieping hadden gemaakt, hadden we eigenlijk altijd een meme dat we onze kamers zouden maken, maar we kwamen er nooit aan toe. Maar uiteindelijk hebben we dan wel de kamers gemaakt. Dit is mijn kamer. Ik heb natuurlijk de toren, zoals ik ook in Triple Survival had. Hier zijn mijn barrels met een beetje persoonlijke stuff. Hier zijn mijn twee honden. En hier was dan mijn echte slaapkamer met een mooi roze bed. Omdat we ook gewoon alleen maar roze schapen hebben. En we thuis alles week al gaan. Oké. Okay. Ik
Er is echt zoveel in deze wereld. Het is echt moeilijk om te weten waar ik volgens zou gaan. Dit is Maarten zijn kamer, denk ik. Ik weet, het roze wol ziet er een beetje raar uit. Nee, dit is Axel zijn kamer. Het roze wol ziet er een beetje raar uit, maar het is allemaal reden voor. Kijk, Axel zat heel goed in meubels en had zoiets gedaan. Ook in Triple Survival, toen ik hem Dinnerboon genoemd. Dat was dat. En dat was Maarten zijn kamer natuurlijk. Hij kreeg altijd te groot, omdat hij dus altijd zo'n gigantisch bed moet maken. Super lelijk. Maar hij doet het graag. En hier waren zijn twee katten. En hij had een varken genaamd Piggy. En Piggy woonde boven toen we nog geen kamer hadden. En Piggy had ook een name tag. Tot op een dag Piggy verdween. En ik werd... Waarom kan ik niet eten? En ik werd heel sterk verdacht als de moordenaar van Piggy. Maar ik heb dan later kunnen bewijzen dat ik dat niet was. Omdat hij een name tag had. En dan had Maarten dat moeten zien. Van in de chat. Van Piggy is verdwenen. Piggy is gekillt door Cyril. Dus daar ben ik. Maar dan had Maarten nog een huisdier. En dat was Knorrie. Ik weet niet meer precies de volgorde. Ook een varken. Ook random gestorven. Ben ik. Ik zweer het nog altijd. Ik heb niks gedaan tegen die huisdieren. Ik heb die nooit gedaan. Überhaupt. Knorrie is ook op een mysterieuze verdwenen. Maar deze keer kon ik mijn onschuld niet bewijzen. Omdat hij geen neemtag had. Was ook, hij had ook een huisdier genaamd Vossie. En Vossie, net toen ik die eten ging geven. Vossie was een vos. Net toen ik die eten ging geven, was hij ook verdwenen. En ik weet dat het heel sus lijkt, hè, tegen mij. Dat ik die echt al heb gekild. Maar het wordt nog sussier. Hij had ook nog eens een ander varken. Ik weet niet meer welke naam die had. En net toen ik een driedand had die lightning kon besturen, net in een bliksemstorm, is dat varken geraakt door lightning en is hij veranderd in een zombie pigman. Ik zweer het nog altijd, op alles wat ik ken en weet, dat ik die huisdieren nooit heb aangeraakt, dat ik die niks heb misdaan, maar Maarten gelooft mij, dat was deze hier, Maarten gelooft mij op de dag van vandaag nog altijd niet. En die denkt nog altijd dat ik die huisdieren vermoord. En niet alleen de omstandigheden waren sessie, ook de dingen die ik zei. Zoals ik had zo'n rijmpje gemaakt, er ook in het boek zo van. Ik maak van hart of zoiets. Dat was nog sessie. Oké. Hier is onze forums. Ik weet niet waarom dat forum zo brakka is. Hier was de random aloe forum. Sugarcane forum. En hier was de meloenen en de pumpkins. Ik weet niet of het iets in de nether was, dat gaan we zo weer even zien. Hier is de netherfratten. En hier is de rare wel. Hier is onze andere farms. En hier is de gigantische sugarcane farm die Maarten hier had gemaakt. En nu gaan we bij de roze schapen. Dus hier heb ik ook een random schaap. Ah ja, we hadden ook schelden van horses gevonden, dat was ook wel nice. Omdat Piggy, we hebben ook hier een jab schaap. Omdat Piggy dus was gestorven, en ik wil bewijzen dat ik het goed voor had met Maarten zijn huisdieren, hebben we al onze schapen roze gekleurd, vandaar ook alle roze wol. En heb ik, wil ik staart voor te vliegen, een gigantisch standbeeld gemaakt van Piggy. En ik had er zoiets screenje bij geschreven. Dat waren zijn favoriete bloemen volgens Maarten. Hier, uit het oog, maar niet uit het hart. Cyril. En dan hier, knor knor. En hier mijn grote voorbeeld, dat was in 2021, dus helemaal een jaartje later. Hier was de begraafplaats. Ik kan nog zelfs niet lopen. Want dried scallop is een slechte food source. Had ik ook nog zoveel zeggen. Dit is de begraafplaats van Piggy. Wees ik nog 21. Het grappige is. Allee, dat is niet echt grappig. De boom is de originele boom. We hebben deze boom niet geplant. Die is in de seed van de wereld. Ik denk dat we nu naar de kelder gaan. Want we hadden ook een kelder. Allee. Ik heb gezien of er ook andere eten is. Want dried scallop is ook zo schandalig slecht. Twee appels. Dat is goed. Het is weer een glitch. Dus ik kan drie appels eten precies. Hey, oneindig veel appels. We hebben niet eens mijn eten afgepakt. Ik heb echt 100 keer meer appels hier dan ik normaal zou moeten eten. Is hier nog iets? Nee. Kijk hoe slecht het georganiseerd was. Dat is echt erg eigenlijk. Hè. We hebben. Ah ja, wacht. In de kelder waren er wel dingen georganiseerd. En de kelder dat ik uitgegraven. Alleen. Vooral ik, maar ook heel veel andere mensen. Want dit was eigenlijk voor heel veel steen te verzamelen.
Ah ja, ik besef nu iets. Toen wij deze wereld maakten, was deze kelder helemaal tot nul. Tot bedrock. Maar nu is dat niet. Want nu is die nieuwe update er. En nu is het nog veel verder. Oh ja, nu is het deep slate. Maar toen wij deze wereld maakten, was dit de diepste waar je kon gaan. En hadden wij op de eerste verdieping, daar hadden wij ons storage systeem gezet. Maar niet eens dat we alle boven hadden gesorteerd. Zand en aarde en netherrack en zo. Maar ik vind het altijd mooi hoe je het in elkaar had geknutseld. Kijk, dit is speciaal. Alles is Spruce Logs. En dat komt. Dit systeem. En dat komt. Een heel bos. Waar stond een hele. Maar ik wil heel graag mijn bijl uittesten. Dus ik heb heel dit bos vernietigd. Alles. Oké. Ik weet ook niet waarom. Ik had er goesting in. Maar ik heb heel het bos vernietigd. Ik ga dat hier niet in vliegen, hè. Ik had betere kopieën van de wereld gemaakt als ik dat had gewist. Je weet, dan kon ik gewoon vliegen. En kreeg je dan, want als ik toch een kopie maakte, dan ging uit. Ik wil een glitched. Dat is. Daarom is het zo laag. Oh, we kunnen vliegen. Hier is een iron form die kapot is. Oeps, ik heb die helemaal verkeerd gemaakt. En hier was het ding dat onze hele wereld heeft gecarried. Dit kost belachelijk veel experience. De cap, Elytra, Max en Pamper, Pop, Spencer, Shulk Buster, Stone Destructor, Toe Executioner en Sand Sailor, die komen niet meer zonder XP. Maar toen was het heel veel geld verzamelen door de hele Tick Forms. En dan konden we allemaal smelten. Ik ben nu laten zien. Ik hoef het wel te doen. Ik heb het wel te doen. En je werkt wel goed. Als het goed. Weet je wat, ik ga gewoon een. Want eten kan ik niet. De sprinten gaat niet. Vliegen kan ik niet. Kijk, ik heb letterlijk. Twee keer opgegeten. Kom hier. Dit is veel beter. Hier was mijn little bijentuin. Want ik heb alle trofeeën die te maken hadden met bijen. Heb ik in deze wereld gedaan. Net zoals deze trofee. Alle soorten kleuren wol verzamelen. Ook nog groen hier. Maar die is sneaky. Dat was de laatste video die ik nodig had voor Minecraft, dus dat was ook wel nice. Oké. Okay. Het speciale. Dit. Wij maakten villager breeders en villager huisjes in één. Ik weet niet hoeveel stone mee. Die zijn allemaal max level, omdat we die allemaal gigantisch veel steen hebben verkocht. Ga weg! Ik weet nog heel vaak dat we dit moesten doen. Dat we gewoon niet wilden luisteren. En deze wereld lijkt enorm hard. Kijk, kom hier maar zo. En hetzelfde hebben we gedaan. Met een hele hoop librarians. Kan ik slapen, librarians? En eentje van die heet Mendingmans. Een naam die ik heb gebruikt voor al mijn Mending Villagers sindsdien. Zodat we in aarde en trippels in, wat om te zeggen, in, slaap dan toch. Dus dat was toen de manier, mijn allereerste manier van veel villagers te hebben, dat was gewoon een villager bieden te maken, en een villager huis in één. En waar is mijn paard?
Waar is het? Ah, hier. Hier waren random cactussen. Oké, dat was de village. Wat heb ik nu nog te zeggen? Nog een paar kleine dingetjes. Hier hadden we ergens, hier worden we ergens een hele chunk uitgraven. Gewoon voor de lol. Gewoon om neer te zien. Waarschijnlijk. Tada, hier. Dat is er nu zo heel ver aan geraakt. Maar daar ook een kleine winkel, maar dat is de miserigende idioot om nog te kijken. Ik denk nu tijd om het boek voor te lezen. Ook nog één leuk verhaal. Wij waren één keer op zoek naar de Nether Fortress. Dat is no joke, dat is echt zo gebeurd. We zijn naar de Nether Fortress gaan. Omdat we heel graag de Nether Fortress willen, uiteraard. Ik ga in de portal. Onze portal glitcht. En mijn portal spawnt. Fortress. Dus ik wil echt op mijn aandacht. Die hakte met mijn good boy. En hier is dan een boek. Kijk, er staat heel random dingen in. Ja, ik weet niet. Kijk. De dag was Piggy dood, maar ik heb niks gedaan. En dan heb ik het gedeeld. En dan de volgende pagina. 20. Breng jullie dieren. En kom naar het huis. En een blauwe boek moet jullie meenemen. Dieren leven. En dan weer stil te denken. En dan was hij leeft. En dan was hij dood. Ik wil niet een pijn hebben, nachtmerries van dat achtergeschreven. De eigenlijk gewoon meteen. En dan, Cyril geeft Fossi geen eten. Maarten vindt het funny funny. En dan, Netherite, Nether, Gold en Lava. Dat doen we de Netherite gaan. En de volgende pagina, Rip Knorri en Rip Fossi. 2 dagen na elkaar. En ik word nog altijd verdenkt. Ja, dat moet jullie zelf gaan lezen. Als jullie denken, kun je dat ook van Cyril. En dat. Ja. We skippen deze pagina omdat Maarten 13 voor 6 maart was. Toen waren we het getal 13. En dan Nether Fortress searching. Omdat we toen Nether Fortress gingen zoeken. En dan we found the end portal. Axel is gesierd in die lava. Gang gang. Dus misschien allemaal random woorden. Maar als ik terugdenk aan alle herinneringen die we hebben gemaakt. Het is toch wel meer dan een paar woorden. Nog één ding. In de end heb ik een soort van ruimteschip gemaakt. Niet al te groot, maar ik ben veel te lui om er nu naar heen te gaan. Dus dat gaan we ook niet doen ook. Oké. En dit was onze banner. Oranje was mijn favoriete kleur. Axel was zijn favoriete kleur. En geel was Maarten's favoriete kleur. Ja. Misschien ga ik nog wel meer video's maken zoals dit. Over andere werelden. Over seriewerelden vooral. Dus over Island's Rival kan ik nog wel een video maken. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. En tot de volgende keer.